is what it feels like in Egmond aan Zee. By the zon al de tijd. De hele camera ploeg erachteraan. En dit zijn alle helden van de halve marathon, de 21 kilometer. Misschien wel in training voor die grote marathon. Van 42 kilometer. Dames, hoe is het gegaan? Ja, het ging eigenlijk best wel oké. We hebben natuurlijk echt wel momenten gehad dat we dachten, we zijn maar aan begonnen, maar dat was snel. Welke momenten was dat? Ja, ik denk na een paar kilometer op het strand en door de duinen ook wel, dat je op een gegeven moment een harde wind voelt en zo. Maar ja, we sleepten elkaar er echt wel weer doorheen en heel snel ging dat gevoel wel weer voorbij. Dus, ja. Mackie, ja. Want jullie hebben veel steun aan elkaar gehad. Ja, het was... Ja, ik kan dit niet. Jawel, kan je wel. Het ging goed. Nee, ik kan het niet. Jawel. Nou, ik ben... En dan het moment, want 100 meter voor het einde kwam je erbij. Ja. Dat was het meeste wat ik kan rennen. Maar ja. Ik heb er wel voor geoefend natuurlijk, voor die 100 meter, niet te vergelijken bij die meiden. Mm-hmm. Maar ik ben zo super trots op ze. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar wat gebeurde er met u toen u uw dochter zag en de vriendin van uw dochter? Dat kan je niet zeggen. Je ziet dat ze doodmoe zijn, je ziet de tranen, je ziet de trots. Er zijn geen woorden voor. Nee. En dat ze dat gedaan hebben voor het kankerfonds. Ja. Voor mij. En dat gaf mij kracht om ook te gaan trainen en te doen. Ja, we hebben het met z'n drieën afgemaakt. Dus, ja. Hoe heb jij dat beleefd, die laatste 100 meter, zo samen met je moeder? Ja, ik zag haar staan en toen dacht ik, nou, dit is het einde. En dit is waarvoor je het natuurlijk ook allemaal doet. En waarna je uitkijkt eigenlijk de hele race wel. Dus dat ging eigenlijk hartstikke goed en mooi. Dus, ja. En je moeder zegt al van, dit geeft heel veel kracht. Wat betekent het voor jou dat je dit hebt gedaan? Ja, dat geeft me ook heel veel kracht en positiviteit. En dat hoop ik gewoon zo door te zetten.